dat ze mogen rusten in vrede. Voor we verder gaan overigens met het programma rond 8 uur, zullen we de koning en de koningin van 2015 bekendmaken. Voordat we verder gaan wil ik even het woord geven aan de voorzitter of waarnemend voorzitter van de KPO, Corrie Huisman. Dankjewel Wim. Nogmaals welkom namens de KBO Huissen. Het was een stralende middag, het kon niet mooier. Ideaal vis weer of niet allemaal. We gaan nu eerst een mooie avond tegemoet, hopelijk het net zo stralend als de middag. Maar eerst het volgende. De organisatie van de Hengelsportvereniging 65PLUS van Wim Kersten met de commissie van Jan Derksen, Charles, Lisbeth en ook de andere dames, Truus en Addy. Oma met de kleinkinderen zorgde voor een heerlijke hapjes, bravo. De commissie heeft veel werk verzet om de prijzen los te krijgen bij de middenstand. Daarvoor zeer hartelijk dank. En tot slot, de KBO wenst u een hele fijne en gezellige avond. Het moment is bijna door dat we de nieuwe koning en koningin van 2015 bekend gaan maken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik als de scheidende koning, helaas is ze niet meer in ons midden, maar de vrouw zal het namens de familie in ontvangst nemen. Een scheidende koningin, Nel Rutten, even naar voren hebben om de herinneringsbeker in ontvangst te nemen. Ik zal het langzaam verklappen. Ik zal beginnen met de koning, want de koning heeft de meeste lengtes gevangen. En dat is wel Wim Berendse met een lengte van 155 centimeter. Willem, kom met deze kant op. Wim Berendse. Ja mensen, en we hebben ook nog een koningin. Ze is net wel hier vuur geweest om een herinneringsbekertje in ontvangst te nemen. Maar Nel Rutten, voor de tweede keer mag je je noemen als koningin van de commissie 65PLUS. Met een lengte van 113 centimeter. En de grootste vis van het jaar, die is voor Gerard Graven met 22 centimeter. Zo, wat een prachtige beest. Met 10 centimeter heen mag je noemen de man van de kleinste vis. Ja, hé, Janssen. Officieel. Ja.